Oké, okay, en daar gaan we weer naar een nieuwe versie. Namelijk, nu hebben we een negatieve lens. En bij een negatieve lens krijgen we natuurlijk precies hetzelfde verhaal als bij een positieve lens. Dat ja, lijkt eigenlijk best wel logisch als je het zo bekijkt. Um, maar dan moeten we natuurlijk wel dezelfde regels aan blijven toepassen. Dus ik denk weer, ik heb een voorwerp. En dat voorwerp, nou dat is een uh, bovenkant, heeft een onderkant. Ik begin gewoon eens aan de bovenkant. Dus dit leuke punt. En dan gaan we natuurlijk zeggen van, uh, die gaat. Nee, wacht, door het midden van de lens. Want ik heb aangehouden dat ik telkens iets in het geels door het midden van de lens gaat. Staat er ook gewoon bij. 1. Uh, door het midden gaat die. Verandert niet Oh, dat is iets anders dan ik het had onthouden Maar het uh, komt op zichzelf neer Goed, dan hebben we deel 1 Dan gaan we natuurlijk voor deel 2 Dan heb ik de lichtstraal die loodrecht op de lens valt Dus perfect mooi 90 graden Kijk hier En dan moeten we natuurlijk wel even nadenken Het is een negatieve lens Dus bij de negatieve lens Dan moet ik Ja, wel de verkeerde kant gebruiken dus deze die gaat, zoals ik hem nu teken, zo verder. Dit uh, ziet er wel mooi uit. Prima. Hé, hey, en weet je wat nu het leukste is? De plaats waar deze twee um, samenkomen, dus waar de groene en de gele samenkomen, dat is meteen al de plaats die ik wil hebben. En dat is dus de bovenkant van het ding dat ik wil gaan tekenen. Dus ik heb hier de bovenkant al te pakken. Um, exact hetzelfde ga ik doen met de onderkant. Dus ik pak hier de onderkant. Het allerlaatste punt van de onderkant. Oh, dan moet ik dat wel uit een mooie rechte lijn doen. En die onderkant, die gaat natuurlijk weer door het midden van de lens. En dit, nou ja, doet nog niet zo heel veel. Dat is een beetje saai. Um, dan heb ik natuurlijk deel 2. Deze die gaat lood recht op mijn voorwerp. Hm. Mag dit? D dit mag niet, hè? Nee, dit is uh, scheef. Uh, scheef mag niet, ik moet het recht hebben, dus hij zou hier moeten zijn. Maar zoals jullie weten, ik heb toch al lopen vals spelen. Kijk, deze lens die ik hier heb, die lens, die is hier gewoon. Nou, hij is er niet, maar ik doe gewoon alsof die er is, want als ik toch aan het vals spelen ben, dan kan ik net zo goed, goed vals spelen... Hij moet daar zitten. Hij zou daar in theorie moeten zitten. Dus als hij daar in theorie zou moeten zitten, dan kan ik hem daar ook gewoon tekenen. Ja, dezelfde regel als altijd. Maar als hij daar zit, ja, dan uh, moet ik natuurlijk wel zeggen: van, Oh, uh, hoe loopt deze dan verder? Deze komt uit mijn. Huh? Dat is niet de kleur die ik had. Uh, deze komt uit waar ik begin. En die gaat natuurlijk onbeperkt verder. Nou, dan uh, valt hij een beetje buiten beeld voor jullie, denk ik. Maar ach, dat maakt niet uit. Uh, wat ik wel heb, is dat ik nu de onderkant te pakken heb. Namelijk, de plaats waar de twee die ik had samenvoegen. Of bij elkaar komen. Daar moet mijn beeldpunt zitten. En ja, dat was een bolletje hier. Dus hier is dat ook een bolletje. En dan kan ik hem daarna afmaken. En dan heb ik dus nu mijn virtuele beeld. Heb ik er zo in één keer in zitten. Goed, dat was hem weer. Um, veel moeilijker als dit uh, is het wonderbaarlijk genoeg niet? Nee, echt niet. Dus uh, doe het er maar mee.